En Lokeren is degelijk georganiseerd achteraan. Dus het wordt moeilijk voor Antwerps grote. Nog niet veel gezien in dat eerste kwartier. Kiekis. Leenhof. Houdt het laag. Met Klaas, een schot misschien van Leenhof. Nee, Stojadinovic die gaat neer. Leenhof door en een kans. En een doelpunt. Ja. Hans-Peter Leenhof. Nou, dus een hele lange studieronde van ruim 16 minuten. Toch een doelpunt van Antwerp. Het begon eigenlijk bij Hans-Peter Leenhof. En via een paar tussenstations geraakte die door het centrum van de Lokerse verdediging. En dan was het vrij simpel om die bal naast Dont in de netten te schuiven. We zijn in de 22e minuut. Dit is Leenhof. Dat is Stojadinovic. En daar bijna een own goal. Een bal die Ronnie Larwa nogal enthousiast richting Dont trapte. Gelukkig was die Dont bij de pintje. We zijn bijna een half uur ver, behalve dat doelpunt van Leenhof is er niks te zien. Kiekis houdt het laag, Geilenkirche. Klaassen plukt de bal uit de lucht, draait en schiet. En die gaat 2 meter naast de kooi van Dont. Eindelijk nog eens wat te zien dus. Antwerp plooit terug en we vragen ons af waarom. Lokeren kan nu komen. Kijk maar, Mecharos, hakje, een schot en een schitterende save van Zwillar. In 2 keer haalt hij de bal daar uit zijn kooi. Broekaart even, Murru. Samson laat hem voor Broekaart. Op het hoofd van Leenhof. Klaassen die zijn bal onder controle krijgt. Verdegem, redelijk goede paas. Oeh, Dont helemaal ernaast. En een heel makkelijk doelpunt voor Stojadinovic in de eerste minuut van de tweede helft. Wat een makkie. En zal zich de Belgische competitie wel anders hebben voorgesteld. Maar dus een vreselijke misser van Dont daar zal gedacht hebben dat Van Verdegem een soort terugspeelbal gaf. Maar Van Verdegem speelt nu bij Antwerp. Daarnaast is Stojadinovic plaatst hem binnen. Leenhof goed vertrokken. Dan gaat Antwerp tot 3-0 uitlopen. En een bomballetje in de doelpunt van Hans-Peter Leenhof. Schitterende goal hoor. Met de linker dan nog. En het wordt inderdaad beter in deze tweede helft. Antwerp goed uitgeslapen, uit de kleedkamers gekomen. En meteen in 1 minuut 2 doelpunten. Het staat 3-0. En Stojadinovic. Leenhof trapt hem voor Stojadinovic met de linker. En een goede save dit keer van Dont. En dat is slecht teruggespeeld. Klaassen zit daartussen, maar Dont is weer bij de pinken. Hij stelt zijn flaap. Nog 18 minuten. Inworp van Verdegem. Ver ingeworpen. Oelalala, Klaassen. Oh, en die mist dat nog. En dan Geilenkirche ook. Ja, er zat meer in voor Antwerpen. Klaassen. Stojadinovic. Goeie pas van Stojadinovic. En Leenhof is weer weg. Dont wacht. Gaat daar voorbij. Leenhof binnen. Ja. 4-0. Peter Leenhof geniet van zijn triomf. 3 doelpunten is er al aan 7 dit seizoen. Leenhof. Goed werk weer. Komt die voorzet. Oh, en net naast gekopt door Stojadinovic. Goede kans weer voor Antwerpen op 10 minuten voor het einde. Schrote. Leenhof, hakje. Tjeniatinski. Tjeniatinski, oh, naast Balwijk nog af, hoekschop. We zijn in de laatste 5 minuten. Een hoekschop voor Antwerp met Leenhof. Weggekopt in de voeten van Broekaart en die knalt gewoon binnen. Ja. Simpel voor Broekaart. 5-0. Tjernia werpt in. Van Geneugde, Tjernia nog eens door. Tjernia met de linker en...